Dit is Paul van Nul Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1401 met een uitzending voor vandaag 4 september 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. De stem wil niet helemaal en ik had ook al ruzie met de audioapparatuur, maar we maken wel een uitzending. Het gaat inmiddels veel beter met mijn gezondheid. Ik ben nog niet zo ver dat ik weer helemaal op volle kracht werk, maar ik merk er nauwelijks nog wat van. Alleen mijn stem hapert nog een beetje. De data vandaag, dat is 8 PSK 1000 bij 1800 hertz, net als afgelopen dagen 8 PSK 1000 bij 1800 hertz. De hele tekst gisteren was slechts 1,5 seconde lang, vandaag is dat 1,25 seconde. Vandaag is een nieuwsuitzending, dus geen onderwerpen over antennes of repeaters, maar 2 wat langere nieuwsartikelen. Ik blijf artikelen zeggen, 2 wat langere nieuwsberichten natuurlijk. Ik kom uit de tijdschriftenwereld. Het eerste artikel is de N-herijking, status en hoe nu verder. Zo staat er vandaag te lezen boven een artikel op de website van amateurverenigingen Veron en VSDA. De eerste alinea wordt gewijd aan het uitleggen waar die N-herijking ook alweer voor stond. Helaas verloopt het allemaal zo traag dat zo'n uitleg wellicht nodig is. Nadat er herhaaldelijk verzoeken bij agentschap Telecom zijn binnengekomen, heeft AT de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht om te komen tot een breed gedragen N-herijkingspakket dat voor de komende 5 tot 10 jaar solide genoeg is om aan de wensen van de Nederlandse zendamateurs te voldoen. Om de N-herijking fundamenteel opnieuw te bezien is een werkgroep geformeerd waarin Veron, VSTA en agentschap Telecom gezamenlijk deelnemen, aldus veron.nl. Bij de herijking zijn een 4-tal vragen gesteld. Vraag 1 is: waar dient de N-registratie voor? Vraag 2 is: welke kennis en kunde heb je nodig om ervoor in aanmerking te komen? Vraag nummer 3 is: welke banden kunnen voor N-amateurs worden toegewezen? En vraag nummer 4, welke frequenties zijn hiervoor geschikt? Vooral als je ook let op andere gebruikers op die frequenties en eventuele storingen op de betreffende banden. Naar die vragen is er vervolgens een enquête gekomen. De beide verenigingen zijn vervolgens bezig geweest aan het opstellen van een concept, een ontwerpdocument zeg maar. Wat waarschijnlijk een belangrijke vertragende factor is, dat is de wens van veel N-amateurs om de vergunning nieuwe stijl te harmoniseren binnen de CEPT. Dat wil zeggen dat een grote wens is dat die N-vergunning ook in andere landen gebruikt kan worden en dat daarnaast ook voor N de beschikbare banden in die landen een beetje op elkaar lijken. Vooral zo'n harmonisatie waarbij veel overleg met het buitenland hoort, is een langdurig gebeuren. Het artikel gaat verder nog in op de onrust die er bij sommige N-geregistreerden heerste, omdat er gedacht werd dat de N-registratie geen volwaardige registratie zou blijven. Dat berust op een broodje aapverhaal. De N-registratie is en blijft een volwaardige registratie, zo zegt het artikel. Wie het hele verhaal wil lezen kan terecht op www.veron.nl en of op vrza.nl. Ja, op 9 september, dat is dus al heel erg snel, vindt weer de landelijke ballonvossenjacht plaats. Die zondagochtend is er overigens geen ochtenduitzending van de Daily Minutes vanwege de activiteiten voor het evenement. In de avonduitzending laat ik zoals gebruikelijk wel weer fragmenten horen van de dag. Het is dit keer al de 40ste ballonvossenjacht. Zelf ben ik heel in het begin enkele keren bij het oplaten aanwezig geweest. Voor de mensen die dit evenement niet kennen, de ballonvossenjacht is een radiovossenjacht waarbij er een weerballon wordt opgelaten met verschillende amateurapparatuur eraan. Het belangrijkste aan het evenement is de vossenjacht, het vinden van de zonde aan de ballon, zodat die volgend jaar opnieuw gebruikt kan worden. Behalve een zender om uit te peilen zit er een crossbandrepeater in de ballon en een ATV-zender. Het leuke aan de jacht is, iedereen kan meedoen. Je hoeft je niet aan te melden of in te schrijven, je hoeft ook geen dure apparatuur te hebben. Een eenvoudige peildoos of een zendontvanger waarvan de ontvangergevoeligheid geregeld kan worden, zoals bijvoorbeeld een FT817 of een 818, is al voldoende. Een richtantenne is daarbij handig, maar een simpele dipool gaat ook als je kruispeilingen maakt en die op een kaart aftekent. Het is wel raadzaam om met de auto te gaan vanwege de afstanden. Om iedereen gelijke kansen te geven, wordt de ballon de laatste jaren vanaf een geheime plek ergens in het land opgelaten. De ballonjacht is ook voor de thuisblijvers leuk. Je kunt het een en ander via PI2NOS en PI3UTR volgen. Een en ander wordt gecoördineerd door de Gooise Clubcall PI4RCG, die van de dag ook een speciale QSL-kaart stuurt als je verbinding hebt gemaakt. Zelf vind ik het leukst om vanaf het begin naar de crossbandrepeater te luisteren. Deze heeft een uitgang op 145-475. 145-475 dus. Zo'n ballon gaat behoorlijk snel omhoog en vaak is het signaal al na een paar seconden over grote afstand te horen. De ballon bereikt gewoonlijk een hoogte van 30 kilometer of nog hoger. Dat is dus nog een stuk boven de verkeersvliegtuigen. Op het moment dat de ballon zo hoog is, is het signaal over verschillende landen te horen. En je hoort dan ook Engelsen, Belgen, Duitsers die over de ballon werken. En dikwijls ook stations uit Denemarken, Frankrijk, etc. Hoe hoger de ballon komt, hoe dunner de lucht.
De hoeveelheid lucht binnen in de ballon die blijft echter gelijk en die hoeveelheid lucht zet met de steeds lagere druk aan de buitenkant van de ballon steeds verder uit. Dat gaat net zo lang door totdat de ballon uit elkaar klapt. De elektronica van de ballon komt vervolgens met een parachute langzaam naar beneden. Het signaal blijft totdat de ballon onder een halve kilometer hoogte zit in vrijwel het gehele land hoorbaar. De Vossenjagers zijn dan inmiddels een eind gevorderd bij hun speurtocht naar de ballon. Waar de ballon neerkomt, dat valt niet te zeggen. Op verschillende hoogtes heersen verschillende windrichtingen. Daar kunnen wel computermodellen op worden losgelaten om voorspellingen te doen. Het is echter niet alleen de wind, maar ook de oplaadplek die een rol speelt. En in niet het hele land heersen dezelfde weersomstandigheden en dezelfde wind. Ik vind zelfs, zoals ik al zei, de crossband repeater aan de ballon een geweldig fenomeen. Waar ik ook altijd naar uitkijk is de camera die onder de ballon hangt en live beelden naar beneden zendt. Bekijken van die beelden met een eigen antenne is natuurlijk het leukst, maar je kunt ze ook via internet bekijken. De website van de ballonvossenjacht is www.ballonvossenjacht.nl. Je kunt daar de frequenties vinden die dit jaar gebruikt worden en de plek op internet waar je de beelden kunt bewonderen. Maar ook kun je daar foto's van de afgelopen jaren bekijken. Verder kun je met een korte zoektocht op YouTube ook diverse beelden vinden van de afgelopen jaren. www.ballonvossenjacht.nl dus. Let op, 9 september, dat is aanstaande zondag al, de 40ste. Mis het niet. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Vanavond vanaf 20:30 vindt zoals iedere week weer de D-Star-ronde plaats op de meeste D-Star-repeaters van het land en via de website van Frans, pd4fmj.nl. En microfoon naar retour.